Amsterdam. Waar is die? Ziek. Kun je bellen? Ja. Op dat oor. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe voetbalfit. We zijn bij de aflevering 6 en we zitten lekker op het strand. Nou, of het lekker is. Lekker is een ander verhaal. Ja. Hoe is jullie eerste ervaring op het strand, jongens, deze zomer? Hey, weet jullie nog wat we vorige week zeiden? Wie zou er komen vandaag? Suzanne. Waar is die? Ziek. Wil je hem bellen? Ja. Op dat oor. Hallo Robert. Dag jongen. Hoe gaat het met u? Ja, het zei zo. Beetje zieker jongen. Ja, helaas wel. We hadden graag gewild dat je erbij was natuurlijk. Ja. Ja. Ja, had ik ook leuk gevonden. Ja, wij ook. Maar een andere keer. Ja, inderdaad. Hey, als het goed is, kom je over 2 weken langs toch ongeveer? Ja. 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 Nou, daar gaan we dan maar vanuit. We zitten nu lekker op strand, dus... We wensen je veel beterschap allemaal. Komt goed. Doe je de groeten daar. Hey, de groet aan iedereen hier. Nee, geen groeten terug. De groetjes terug. Hey, wel te rusten, Robert. Yo. Hey, hoi. Ik baal er wel echt van. Ja, want ik dacht, hebben we eindelijk weer een leuke gast in de... Ja, komt Bo toch eindelijk weer een keer wat leuks maken. Ik kon eindelijk weer wat leuks maken, komt hij langs. Bo, ik vind het leuk dat je er bent. Waar was je de afgelopen weken? Voetbal. Wat? Ja, hoe bedoel je voetbal? Leidschendam Voorburg Cup. En toen mocht je meespelen? Ja. Wat is dat? Nou ja, bij ons in Leidschendam Voorburg zeg maar, heb je 4 clubs. RKVV, Forum Sport, SEF en Wilhelmus. En die gaan dan onderling strijden voor een beker. En daar doen wij ook aan mee. Een soort derby XXL? Ja, eigenlijk wel, ja. Leuk man. En de eerste wedstrijd ging gelijk goed. Tegen RKV, zeg maar, de derby. Die zit echt naast ons met de Cantino. 2-1 gewonnen. En ze spelen hoofdklasse, dus dat was wel lekker. Dus je hebt niet weer een wanprestatie? Nee, dit keer niet. We hebben ervan geleerd, zo zie je maar. Ja. Hey Ryan. Ja. Van de week was ik bij jou. Voor opnames. Oh ja, ja. En toen zei je tegen mij, ik heb een dieet. Ja, voor de vakantie zijn wij gemeten en gewogen. Ja. En als je in selectie zit, wordt er natuurlijk wel verwacht dat je niet alleen maar snoep loopt te kanen en dan met zo'n buik terugkomt. Net als, niet net als boven. Ja, dat wilde ik zeggen. Maar waar slaat het op? Ik zit 5 keer in de week in de sportschool. Toen we net begonnen hier met de voetbalfit, weet je nog? Ja, ja, ja. Toen was het dramatisch. Ja, maar nu ben je weer aan het sporten. Ja, ja. Oh, heel lang. Ik ga nou niet doen. Nou word ik een beetje neerzetten van Jan Boskamp of zo. Nee. Kijk, deze zijn ruw, hè. Maar jij bent wel veel aan het sporten, toch? Ja. En jij? Sport je erbij nog of zit je alleen op Fortnite? Ja. Ook een goede training. Voor je duimen toch? Duimspieren. Ja, daar ben je scherp van. Maar je moet je dus aan een soort schema houden. Schema houden, ja. En wat mag je dan eten op een dag? Ja, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Wat mocht je vandaag eten? Ja, weet ik niet. Maandag 2 juli. Nee, ja. Maandag. Maandag krijgen we toren en dan krijgen we ons schema. En okay. dan weet ik wat meer dan nu. Oké. Okay. Interessant. Ja. Guus, speel je selectie? Nee. Oh, dus jij speelt een vriendenteam? Ja. Dus jij hebt niet zoveel te maken met dit soort dingen? Gelukkig niet. Nee? Waarom gelukkig niet? Weet je toch, je moet al een beetje kennen doen wat je wil. Ja, maar ja, je sport toch niet. Je sport toch. Je sport voor de gezelligheid eigenlijk. Ik sport voor de gezelligheid. Hey, maar voetballen en fitness zijn natuurlijk 2 verschillende dingen. Mm-hmm. Doe je allebei voor echt sporten of doe je voetbal vooral voor de gezelligheid? Nee, echt voor het sporten. En is fitness ook echt voor sporten? Ja. En jij, Daan? Kijk. Nou, ik doe het wel gewoon voor het sporten. Oké. Okay. En dan, hoeveel train je in de week dan? 2 keer. En in de vakantie? Dan ga ik meestal gewoon met vrienden voetballen. Oh, en. Sinds kort zit ik ook op de Katwijkse reddingsbrigade. Oké. Okay. Dus dan ga je naar Engeland heen en weer zwemmen elke dag. Moet je daarvoor oefenen ook? Of trainen? Nou ja, ik train altijd op donderdag. En wat doe je dan? De spieren losmaken en de oefeningen. En ook zwemmen en zo? Ja. Is wel goed voor je spieren? Ja. Ja, mooi man. Hey, en wat denk je dat de meeste mensen doen in de vakantie? Blijven ze een beetje sporten of gaan ze voornamelijk lekker op naar Turkije in een all-inclusive zichzelf vol eten? Ja, ik drink in ieder geval niet. Jij drinkt niet? Niet meer. Geen alcohol meer? Nee. Goed bezig gehouden. Ja, hè? Zo, waarom niet? Ja, gewoon voor het sporten. Ik wil volgend jaar het voetbalseizoen heel serieus aanpakken. Dus ik merk dat het steeds beter gaat. En
Ja, ik kom steeds lekkerder in mijn vel bij mijn nieuwe club. Dus, waarom niet? Waar speel je nu? Sef. Maar speelde je vorig jaar ook al, toch? Ja, maar 3 jaar vind ik best nieuw voor een nieuwe club. Okay. Nu bouw je eigenlijk net wat op. Dus. Maar waar speelde je daarvoor? Wilhelm. Van Nassau. Ja. Ja, ik zie het hier. Jij sport echt voor het sporten, hè? Want je speelt selectie. Ja. Jij sport echt voor het sporten, hè? Jij sport echt voor het sporten. Maar Guus, jij speelt lekker voor de gezelligheid. Ja. Zullen we een challenge doen? Of gaan we vandaag niks doen, gewoon nu koffie drinken? Laten we maar gewoon lekker, tweede lekker koffie drinken. Nee joh, wie stand voor tweede? Challenge. Wat is tweede is koffie drinken? Tweede is koffie drinken. Ja, koffie drinken. Hey. Ja, dan is koffie drinken. Jongens, dit was de laatste voor de vakantie. Na de vakantie zijn we terug met Willem van Zuilen. Robert Suzan. Matthijs Overdijk. Hoe heet die man van Rijnsburg? Guzman. Goeman. Goeman. Waarschijnlijk komen Herman en Axel nog een keertje langs. Met Ilse. We gaan van alles nog wat doen, jongens. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie. En we zien jullie over 4 weken weer. Jemig. Doei. Doei. Doei.